Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van mij. Ik heb vandaag een video waarin ik mijn lipverzorgingsstash laat zien. Ik ga niet al mijn stash in één keer laten zien. Ik heb ze onderverdeeld in een soort subcategorieën. En vandaag begin ik met mijn lipverzorgingsstash. Ik hoop dat jullie het leuk vinden om te zien wat ik in mijn lipverzorgingsstash heb. Dus ik zou zeggen heel veel plezier. Zoals jullie kunnen zien bewaar ik mijn stash... Bewaar ik in een laadje. Het komt uit een kastje van de IKEA. En het is eigenlijk een origineel wit kastje. Omdat ik meer van zwart hou. Mijn kaptafel is ook zwart. Heb ik hem zelf zwart gemaakt. En dan ziet hij er zo uit. Daar zit ook een organizer in van IKEA. En daar zit al mijn make-up dus in die laadje zit in zo'n organizer. Nou, ik ga jullie even laten zien wat mijn lipverzorging stash is een Burt's Berry, Burt's Bee moet ik zeggen. Dit is een versie in een stiftje. Het zijn hele fijne lippenbalsems. Een Coca-Cola lipsmakker. Heb je heel veel verschillende bekende frisdrank. Smaken. Een Glow Tinted Lip Balm van Essence. Deze verzorgt en geeft een heel mooi kleurtje af. Een gewone Essence Kiske Love Lip Balm. Roze. Volgens mij heeft hij, even kijken. Fruitcrush heet die. Een gewoon kruidvat Intense Repair. Lipbalsem. Deze is ook heel fijn als je echt heel veel velletjes hebt en zo. Werkt deze heel goed. Nog een Burt's Bee in een blikje. Deze waren bij Kruidvat heel goedkoop. Een poosje geleden. Toen heb ik een blikje en een stiftje gehaald. Een Rescue van de Hema. Deze is met mint. Heel lekker ook. Dit is van de Body Shop een lip scrub. Deze heeft grovere deeltjes. En ik zal even kijken of ik hem jullie kan laten zien. Hij heeft wat grovere deeltjes. En die kun je dus heel fijn gebruiken om te scrubben. Even kijken of ik hem ook weer dicht krijg. Dat is natuurlijk ook altijd weer de vraag. Buitenbeeld gaat het me vast lukken. Ja. Ik heb hem weer dicht gekregen. Op de achtergrond horen jullie een vliegtuig. Die is nogal luidruchtig. Een Labello Fruit Shine Cherry. En dan heb ik hier nog eentje van de Body Shop. De welbekende met het mondje erop. Volgens mij heeft hij geen speciale naam. Deze heb ik nieuw. Deze komt ook nog op de review. Dit is een Keep Calm & Shop. Deze is van Rimmel. Daar heb je in 4 varianten. Ik heb voor deze gekozen. De Baby Lips van Maybelline. De roze versie. Volgens mij heeft hij... Ik kan even kijken. Ja, Pink Punch. Nog een Labello voor de zon. Nog een Labello, gewoon de klassieke versie. Een Labello met Repair en Beauty. Dit is de NYC Applicious. Met het appeltje erin. En volgens mij heeft hij ook nog... Ja, de Caramel Apple heet hij. Een favoriete Labello. Pearly Shine, die laat een mooi glansje achter. En dan nog een Labello, de Olive & Citron. Als ik het zo even kan zeggen. Dan heb ik hier de EOS Lip Balm, het bekende eivormige lipbalsempje. De rode en heel fijn. Even kijken hoor.
Oh, ik was bij deze gebleven. Dit is een lippenbalsem. Die heb ik een keer bij de Xenos gekocht. Omdat ik hem zo leuk vond met de snorretjes. Is gewoon een roze. Deze is van Issy Paris. De Little Red Tin. Eentje van Paul Frank. Een lipsmakker. Gewoon alleen nog schattig vanwege het aapje, vond ik zelf. Gewoon een basic lip balsam met kokosnoot smaak. Deze is van de Action. En hier heb ik dan een heel schattig cupcakeje. En je zou denken dat dit een chocoladesmaak is. Maar het is een aardbeiensmaak die erin zit. Dan is deze ook leeg. Labello. Nee, vaseline bedoel ik. Liptherapie Aloe Vera. Eentje van de Primark. Het is wel een chocolade lipbalsem. Een lipbutter van Nivea. Raspberry roze. Nog een zonne lipbalsem. Deze is van Vaseline. De klassieke Vaseline. De Rose Lips Vaseline. En dit is de Kleenex Balsam. Deze kun je ook voor je neus gebruiken en ook voor je lippen. Dus dit is een dubbele. In het achterste vak heb ik hier nog eentje van Purol. Dit is Bee Lip Balm. En hier zitten deze drie poppetjes. Deze zijn... Oh, kijk, het dopje vliegt er zelfs af. Nou, dan kun je gelijk even de kleur zien. Dit is... eentje van de Action. Deze kocht je in drie. En heb je dus drie van die poppetjes. Waarvan ik dus nu het hoofdje moet gaan zoeken. En hier zit dan ook echt een blauw in. En in de roze zit ook echt een roze kleurtje. Dit is mijn lippenbalsem stash. Dus voor jullie de lippenzorging stash. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien wat mijn lippenzorging stash dus inhield. Mochten jullie meer stash willen zien van mij, dan laat het even weten bij de comments. En zoals ik al eerder zei, ik verdeel het in categorieën dus. Zogenaamde categorieën, omdat ik dus inderdaad ook nog wat producten moet testen. En ik het leuk vind om alles in het geheel te laten zien. En ik er niet een hele lange video van wil maken. Nou, en ik hoop dat jullie het dus leuk vonden. En nu eigenlijk bedankt voor het kijken en tot heel gauw. Doeg!